De koning gaat na, als alle oorlog voorbij is, even met de Defensie. Jezus Christus, die hebben ruzie vandaag, die twee. Thuis, maximaal. Die hebben echt ruzie, ja. Die hebben echt ruzie, die twee. Ja. Zeker. Want ik denk dat het van haar gekomen is. Mm-hmm. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij tegen hem gezegd heeft, gewoon 's ochtends een keer van... joh, moeten we eens niet eens wat aan de Oekraïne doen? Mm, ja. En dat hij zegt, maar hoe zie je dat dan? Ze zegt, nou, dan nodigen we een paar Oekraïners uit. Ja. Dan steken we ze hard onder de riem. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. En dan op een gegeven moment zegt er één Oekraïner, Levchenko... Ja. Waarom ga je niet met me mee een keer naar Kiev? En hij streeft eindjes verder, natuurlijk. Ja. Ja. En dan kan je niet zeggen, ja, pleuren verlengen. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dus dan moet je zeggen... Ik ga mee. Ik ga mee. Ja, dat zij wil naar Griekenland. Ja, dus zij, ja, nee, maar ik weet zeker dat toen die weg waren... dat hij gezegd had, nou, zie je nou? Want het lullige van zoiets zeggen is dat je gaat er een keer heen. Ja. Er wordt dadelijk een keer een datum geprikt en dan zit hij in Kiev. Ja. Samen met die Levchenko om een shirtje aan te bieden aan Zelensky. Het gaat helemaal nergens over. Ja, als die er nog is, hopelijk. Zo goed, hè, is dat, hè, ja. Ja, zo werkt die dingen allemaal. Ja, dat is echt zo gegaan. Maar goed, dat wordt een shirtje...